Werkzaamheden op het kruispunt van het Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat zullen vanaf vandaag voor wat ongerief zorgen. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Wip doet een beroep op de weggebruikers om dat gedeelte van de van het Hogerhuisstraat zoveel mogelijk te vermijden. Vanaf vanavond om 8 uur zal het verkeer dat vanuit het centrum richting Latour gaat, maar van één rijstrook gebruik kunnen maken. Wip legt uit wat precies gedaan zal worden op het kruispunt. In de periode van de afronde, van de afsluiting, zullen een aantal werkzaamheden plaatsvinden op het kruispunt. Als u kijkt, zult u zien dat er op de Van het Hogerhuisstraat, op de Slangenhoutstraat, zijn er twee fundaties gestort, twee poren gestort. En daar komt een portaal komt er over de weg. En aan het portaal worden dan de verkeerslichten opgehangen. Want er komt een verkeersregeninstallatie op het kruispunt. Dat zal zondag geschieden tijdens de afsluiting. Zondag zullen ook de asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden. Dus er zijn een heleboel werkzaamheden die tegelijkertijd zullen plaatsvinden. We zullen en met de verkeerslichten bezig zijn. En met het portaal bezig zijn. En met de asfaltering bezig zijn. U merkt dat er een aantal werkzaamheden zijn die in een kort tijdbestek zullen plaatsvinden. En wij doen er alles aan om maandagochtend 1 april, 4 uur in de ochtend, dit allemaal af te ronden. Volgens planning zullen de werkzaamheden in dit weekend worden afgerond. Wip hoopt echter dat het weer goed blijft, zodat het werk niet onderbroken hoeft te worden. Wij hopen dat het droog blijft. De afgelopen dagen is het droog gebleven. We hopen ook dat het weekend droog blijft. En als we het weer mee hebben en de omstandigheden mee hebben, dan denken wij dat wij de werkzaamheden afronden in het tijdsbestek dat is uitgetrokken voor deze werkzaamheden. Dus als ik je goed begrijp, als het regent, gaan ze niet doorwerken? Nou, in de regen kun je niet asfalteren. En dat is een omstandigheid, een overmachtssituatie waar je werk weinig aan kunt doen. Dus we hopen dat we in elk geval het weer mee hebben om te kunnen asfalteren. Maar de focus is erop gelegd dat we in elk geval zo snel als mogelijk werken. En zoveel als mogelijk doen de komende dagen om in elk geval zoveel als mogelijk gereed te hebben op het moment dat we moeten asfalteren. De verandering die gaat plaatsvinden op de Van het Hogerhuisstraat is de oostelijke rijbaan. Dat is een rijbaan die gaat richting Latour. Nabij het kruispunt met de Slangenhoutstraat komt daar een extra rijstrook bij. En die rijstrook zal zijn voor het verkeer dat linksaf gaat richting de Nieuwe Brug. Zoals we het noemen, de Fabiebrug. Komt er een extra rijstrook bij. Aan de rechterzijde hebben wij het sorteervak voor de rechtsaffers. En dat sorteervak wordt een stuk breder gemaakt. Zodat het voertuig goed en veilig kan sorteren om rechtsaf te slaan. Dat zijn de aanpassingen die worden gepleegd aan de Van het Hogerhuisstraat. Ook aan de zuidelijke zijde wordt de rechtsafstrook, het sorteervak wordt verbreed voor het verkeer dat rechtsaf moet gaan. We hadden graag die sorteervakken willen verlengen, maar we zitten met die hoogspanningsmasten waardoor je dat niet kunt verlengen. Maar we gaan hem in elk geval verbreden en we gaan proberen om door middel van de instelling van het verkeerslicht het verkeer optimaal te regelen. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van OW. Hij sprak over de werkzaamheden die plaatsvinden op het kruispunt van de Van het Hogerhuisstraat en de Slangenhoutstraat. Het kruispunt wordt dit weekend afgesloten voor het verkeer.